Kwaliteit Nederlands onderwijs zwaar onder de maat. Een recordbedrag van 8 miljard euro belandt niet in de klas, maar op de bank. Een paar honderd demonstranten in Amsterdam-Zuidoost. Ouders verenigd, trekken aan de bel. Ze zijn er klaar mee, tot hier en niet verder. Ik ben Dwight, welkom bij InTime. Dat onderwijs een recht is, dat het voor iedereen is. En met name in Zuidoost kan het toch niet zo zijn dat ik verhalen hoor waar mensen geen plek krijgen, geen plaats krijgen. Dat zeg ik nog heel zachtjes. Of waar mensen zich niet meer thuis voelen of niet meer welkom voelen op school. Kinderen. En laten we daar met z'n allen nu voor gaan zorgen in verbinding te gaan. Om daar die stappen te gaan zetten om ervoor te zorgen dat we dat wel gaan doen. Er moet vernieuwing komen in Nederland. Dingen moeten anders. Dus ook in het onderwijs moeten de dingen veranderen. We zien natuurlijk een heleboel lesprogramma's die nog afgedraaid worden. Waarbij je afvraagt van, past een leerstof wel bij het talent van het kind? En als we ons beseffen dat we ook op verschillende manieren kinderen individueel ook moeten begrijpen om het optimale eruit te halen. Dan zou je nadenken van, waarom ga je niet selecteren op kinderen waarvan je weet van, die hebben bijvoorbeeld talent voor wiskunde. Of die hebben talent voor ambachtelijke beroepen. We hebben al die ambachtelijke beroepen hebben we bijna allemaal weggedaan, weet je. Dus je ziet langzaam maar zeker dat de samenleving roept om vernieuwing. We zijn nu ook bezig met een nieuwe wereld. De digitale wereld draait al een tijdje. Maar we gaan over artificial intelligence mooie dingen zien, maar misschien ook akelige dingen. Dus we moeten ook de ouders daarover informeren van op wat voor manier praat je met je kind? Op wat voor manier stimuleer je je kind om ook op een andere manier les te krijgen? En die vernieuwing van het onderwijs moet eigenlijk ook vanuit de ouders gebracht worden. En vandaag is er een demonstratie in Zuidoost met de titel inderdaad The Walk of Education. U heeft ervoor gekozen om hier vandaag aanwezig te zijn en u uit te spreken als ouder van een van de kinderen die in deze doelgroep valt. Wat ziet u als de belangrijkste oorzaak van de achterstand hier in Zuidoost? Goeie vraag. Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat voor antwoord ik daarop moet geven. Het is iets wat er al jaren speelt. En ik denk het feit dat ouders niet weten wat hun rechten zijn. En hoe ze daar verandering in kunnen brengen. Kijk, ik ben alleen begonnen. Maar ik ben door blijven praten, waardoor ik wist dat er nog meerdere mensen waren en die kracht hebben we gebundeld, waardoor we nu eisen een verandering. Maar als je alleen bent, kan je tegen een heel systeem niet op. Ik maakte in de eerste instantie ook deel van deze groep uit. Maanden geleden hadden ze me uitgenodigd om mee te praten over de problematiek ten aanzien van het onderwijs wat ze hier hadden. En ik heb meegeluisterd, ik heb adviezen gegeven, maar helaas heb ik het laten afweten omdat ik ook een andere keuze had om te maken en dat ging om de politiek. En ik vind dat wij politieke zichtbaarheid nodig hebben in de Tweede Kamer. Dus ik heb ze ook verteld, de groep hier, dat ik eigenlijk voor de politiek wil gaan. Om onze politieke macht, kracht, zichtbaarheid te vergroten in de Tweede Kamer. En daarvoor heb ik ook gekozen voor jou, Macintosh. Die nu naar Denk is en op de kandidatenlijst nummer 9 staat. Maar daarnaast heb ik constant in de gaten gehouden wat er gebeurde in de groep waar ik in zat. Dus ik las het steeds, sommige berichten even niet zo goed. Maar toen ik zag dat de meeting er zou zijn vandaag, wilde ik er per se bij zijn. Want ik heb ze mijn krachten beloofd. En ik vind het van belang dat ons onderwijs, die wij zeg maar ontberen, beter moet worden. En wij met z'n allen moeten ervoor zorgen dat het ook beter wordt. Ik vecht voor deze generatie, mijn generatie en de generaties die daarna nog komen. Want ook deze kinderen krijgen ooit kinderen. En dan mag je hopen dat het dan beter geregeld is in het onderwijs. Want wat het nu is, is het niet. Nee, dat is zeker waar. En waar loopt u dan vooral tegenaan als u problemen heeft, klachten heeft of advies wilt? Voelt u zich niet gehoord? Waar denkt u dat het aan ligt? Je wordt zeker niet gehoord als ouder. Je wordt weggezet soms als lastig. Heb je die moeder weer die belt. Men doet niks met wat je meldt. Mijn zoon heeft dingen meegemaakt op de reguliere basisschool waar hij zat in Holendrecht. Die het daglicht niet kunnen verdragen. Als ik daar het boekje over doe, staan we morgen hier nog.
En dat maakt dat je soms, je voelt je gewoon machteloos als ouder. Ieder wil het beste voor zijn kind. Net zoals mijn ouders voor de klas hebben gestaan zelf. Mijn vader heeft hier les gegeven in Nederland op de basisschool. En als ik met mijn vader praat over dingen, dan zijn de tijden echt veranderd. Hij is nu gepensioneerd, maar zijn nekharen gaan overeind staan als hij dingen hoort. Ik heb zojuist ook met een van de ouders gesproken die hier op het podium haar verhaal heeft gedaan. En zij gaf ook aan, het zou hartstikke fijn zijn als er een plek is waar ouders ook samen kunnen komen en kunnen bundelen, de kennis kunnen delen die ze hebben om stappen vooruit te zetten in het proces. En waar ze ook niet de kop worden ingedrukt omdat ze een beetje kritisch zijn op het onderwijsniveau, op het onderwijssysteem. Wat zou de gemeente daarin kunnen betekenen? Nou, ik vind het een hele mooie gedachte. Dus als deze mevrouw naar mij, ik ken haar trouwens, is Cheryl. Maar als Cheryl dit inderdaad zo zegt, hè, en de behoefte is er om bij elkaar te komen, dan moeten wij als natuurlijk als gemeente en als stadsdeel gaan nadenken, hoe kunnen we deze ouders faciliteren? Want dat is de rol die wij moeten pakken. Faciliteren van datgene wat de ouders willen. Dus niet meer zelf gaan verzinnen, oh, dit zou goed zijn voor de ouders. Ik vind het geweldig dat de ouders zelf opstaan en in die verbinding blijven. Want niemand is hier gaan schreeuwen of niets van dat. Zo koninklijk, ze hebben de handen uitgestoken naar iedereen die met hen samen dat onderwijs beter wil maken. Dus alles wat daarbij nodig is en wat ik in mijn macht kan doen, zal ik niet nalaten. Oké, dank u wel.